houtrijping. En heel vaak wordt eikenhout gebruikt. Dat voegt extra geur en smaak toe aan de wijn. En aan de andere kant zijn houten vaten ook een heel klein beetje poreus, waardoor het nog een klein beetje zuurstof toelaat. En waardoor wijnen ook wat ronder, wat toegankelijker worden. Niet iedere wijn is geschikt voor houtrijping. Als je een beetje een dunne, schrale wijn hebt, dan gaat het hout overheersen. En dat is iets wat je absoluut niet wilt. Frisse, fruitige wijnen hebben het meest aan opvoeding op roestvrij staal, waardoor eigenlijk de fruitigheid behouden blijft. Hout geeft echt duidelijk complexiteit aan de wijn en meer gelaagdheid. Maar het betekent wel dat je ook fruit moet hebben van wat het ook aan kan. Op het moment dat hout gaat overheersen, dus hetzelfde als je te veel make-up hebt, hè, van, dan is dat niet prettig. Ik vind het helemaal niet prettig. Het is een beetje peper en zout in een gerecht. Nu kan een wijnmaker daar wel mee spelen. Dus op het moment dat je nieuwe vaten gebruikt, dan heb je natuurlijk heel veel effect van het hout. En op het moment dat een vat meerdere keren gebruikt is, dan is het effect een stukje kleiner. Hele grote vaten, die zorgen eigenlijk voor minder invloed. Wat ook een grote rol speelt, ik heb ze toevallig meegenomen toen ik in Spanje was, is er echt de toasting van de wijn. Dit is bijvoorbeeld een gedeelte van een houten vat. En men maakt eigenlijk een vuurtje in het vat om voor de toasting te zorgen. En je ziet bij deze, ik weet niet of je kan zien in beeld, is een hele lichte toasting. Dit is een zware toasting. En je kan je voorstellen bij de zware toasting dat het eigenlijk veel meer een beetje rokerigheid afgeeft aan de wijn. Zeker nu het najaar eraan komt, ga je veel meer naar rijpe en rijkere gerechten. En daar passen echt houtgrijpte wijnen bij. Hout vind ik echt, houtgrijpte wijnen zijn gastronomisch gewoon zeer goed inzetbaar. En daar is nu helemaal de periode voor.